Ja. Hoe lang heb je die monnikskappen nu al staan, zeg maar? Vorige week? Deze heb ik gisteren gehaald. Oh, oké. Okay. Maar die heb ik... die staan nu een week. Die voorin. Oh, oké. Okay. En meestal staan ze? Als je monnikskappen al hebt, heb je die al eerder gehad of niet? Hoe zei je? Heb je monnikskappen al eerder gehad? Ja. Maar ik denk dat... Ik kwam gisteren in de bloemenwinkel. En toen waren ze alle bloemen aan het weghalen, aan het verversen. Ja. Van het weekend was heel veel. Volgens mij is dit precies dezelfde als die... Van dezelfde partij. Van dezelfde partij, maar die heb ik dus later gekocht. Oh, oké, ja, dat kan best inderdaad. Want ik heb deze heel goedkoop ook meegekregen. Ja. Dat zou best eens kunnen inderdaad. Ja. En hier al komt de zon, wanneer komt de zon hier al in het raam? Want dat denk ik. Nou, om 2 uur? Niks, nu gaat ja, nu gaat hij herrie maken. Nou, dan wachten we even. Ja, nu hoor ik je weer. Ja. Hoe lang, wanneer komt de zon in het raam? Ja, dat is 's ochtends al, vrij vroeg. En tot een uur of 2 of zo? Of is het schuin? Deze in de tuin, maar niet... Volgens mij gaat hij er zo schuin... De ochtend schijnt hij erin. Ja, dan heb je kans dat het zo rond een uur of 12:00 is. Dat hij dan weer weggaat? Ja. Nee, dat hij komt. Dat hij komt? Ja, hij komt. Hij staat niet 's ochtends al... Ja, niet wel. Het is 's ochtends zon natuurlijk, want daar komt hij op. Jeetje. Wat vraag. Daar let ik eigenlijk helemaal niet op. Het is gewoon opeens warm. Het is gewoon opeens warm in de woonkamer. Ja. Want daar komt hij natuurlijk op, hè. Dus dan, hij komt daar op. Ja, dan zal het al wel om 10:00 zijn. Ja. Dat hij komt hier. Ja, en dan tot 1 uur of 3, denk ik dan. Ja, dat is zo lang. Ja. Tot 1 uur of 3, ja. Zeg maar dat ze 5:00 dan, als ze zou laten staan in de zon zouden staan. Ja. Dan gaat het natuurlijk wel bloeien ze harder uit natuurlijk. Maar ja, goed, dan zet je ze weg. Ja, ik zet ze dan even op de grond, even uit de zon in ieder geval. Precies, dat het even... Ja. En geef je ook plantenvoeding of snijbloemenvoeding in het water? Ja. Dat wel. Dus elke keer wanneer het water ververst, dan krijgen ze wel weer nieuwe voeding? Of zeg je van het doek dan even? Ja, ik doe er even nieuwe voeding bij. Dus dan ververs je ook, zeg maar, het water? Ja. En dan doe je 1 keer in de week of om de 2 dagen of zo? Nee, ik doe het om de 4 dagen, 5 dagen. Ja, weet je wat ik vaak ook nog wel doe, als ze dan uitgebloeid zijn, er zijn nog een paar nog goed te zetten in kleine vaasjes. Ja, precies, dan is het net zo leuk, van die kleine vleesjes en dan... Ja. En heb je nog een tip? Haal je plantjes uit de tuin of zo? Zeg je qua tip, qua planten? Weet je, of een dingetje wat je meegemaakt hebt van, oh ja, dat was toen bosje bloemen van die en die gehad. Tip. Maar merk je wel, als je plantenvoeding geeft, van dat ze echt langer blijven? Ja, ik vind wel dat als je voeding geeft, dat ze wel langer staan. Maar ja, dat valt en staat natuurlijk ook niet met hoe vaak je ze... Ververst, hè? Ja. Ja. Die hebben natuurlijk nou 1 bloemetje, dus dan... Als je heel veel planten hebt, dan ga ik meestal per plant af. En dan staan de planten in de vensterbank. En dan staan er 5 planten, dus dat licht, dat blijft op de 5 natuurlijk hetzelfde. Ja. Ja, en heb je al veel mensen hier in de buurt mogen... Ja, meestal dan, als ik er wel aan wil, dan zeggen ze wel, dat vinden ze wel leuk. Of dan ze eerst het bekijken en dan later dan... Zeggen ze, nou, dat vinden ze wel leuk. En er zijn veel mensen hier in de buurt die kamerplanten hebben, hè? Ja, maar meestal, dan is het net, kamerplanten is net denk ik van, oh, dat ziet er leuk uit. Of ik ben net in de sfeer voor een anthurium, zeg maar. Die ik dan in de raam zie, die ik mooi vind. Ja. En dan bel ik aan en zeg van, goh, zou je het leuk vinden om mee te werken? Ja. Dus jij zou mij bijvoorbeeld asparagus... Asparagus. Ja. En ja. Ik vind jou ook wel een hortensia type, maar die moet je dan ook weer uit de ramen halen. Dat zou bij jou ook wel heel leuk staan, omdat het toch ook een bloeiende plant is. Ja, precies. Ja, weet je wat ik ben? Ik ben gewoon echt heel erg gek van iets wat bloeit. Ja, gewoon echt helemaal... weet je, misschien ook wel leuk voor jou, er staat een mandeviel. Dat is eigenlijk een koude plant, dat is eigenlijk van buiten.
Maar die kan ook wel goed in die ramen. Een mandeviel. Ja, dat is met een... Nou hier, kijk. Kan ik zo even opzoeken. Dat was mijn eerste interview. Hier gaat het met een mandeviel. Daar staat het met een dat is echt een, net als een boekafvuur een beetje zo, die ja, maar deze heeft veel grotere bladen, bloemen, zeg maar. De bloemenviel heeft echt een, deze heeft echt een bloem zoals dat kinderen tekenen, om het zo maar te zeggen. Oh ja, dat is wel eentje. Dus ik, maar die zou je dan later ook gewoon zeggen, nou, die, als de bloemetjes eruit zijn, dan zet je ze gewoon buiten op het terras. Ja. En dan kan je ze van de winter weer naar binnen halen, want die kunnen niet hele strenge vorst. Nee. Oh, dat is inderdaad. Dus dan heb je er dubbel plezier van, om het zo maar te zeggen. Plus, het blad is gewoon heel mooi. Ja. Dus dat zou ook. Ja, dan zou je toch wel een pot op zo neer kunnen zetten. Ja, dat blijft wel langer. Ja. Als je bijvoorbeeld een mooie, prachtige oorse bloedrode pot hebt. Dus dan dat is die pot alleen al zo. Ja, precies. Ja. Dus zo frisgroene asperaten er bijvoorbeeld in hebt. Ja, dat is ook wel heel mooi. Ja. Ja, misschien moet het daar ook eens een keer vast, want het zit toch wel altijd een beetje te klooien met die... Ja, iedereen zegt het toch, oh, die verse bloemen altijd zo leuk in het raam. Ja, maar dat is het eigenlijk ook gewoon. Ja, dus... Je ziet het niet zo heel vaak, maar eigenlijk denk ik, nou, waarom eigenlijk ook niet? Nee, precies. Plus, het staat in de ramen, dus je bent eerder geneigd om je water te verversen. Ja. Want het ziet er ook niet uit als het echt wel groen is en zo. Ja, ook puur omdat ik denk van, nou, ja... Iedereen heeft u gefocust op de tuin, wat natuurlijk hartstikke leuk is. Maar in de winter kom je weer naar binnen toe. En dan kom je van het volop groen kom je in het proppen. Om het zo maar te zeggen. Je zegt, nou, ik zit nou daar een plant niet. En dat moet je ook niet doen als het ware. Maar daar zou je natuurlijk heel mooi. Want daar heb je nog het grote raam. Ja. Daar zou je ook een mooie plant voor het raam kunnen zetten. Ja, precies. Of zo'n in de hoek van een palm of zo. Dat je een kind palm, want er komt ook wel weinig palm. Ja. Er komt ook wel weinig licht bij, maar wel licht genoeg voor hem. En die zou het dan heel goed doen. Plus, hij is niet giftig voor de kinderen. Dat is ook altijd wel handig om te weten als ze aan gaan snoepen. Ja, precies. Niet dat ze dat doen met ons hoor, dat zegt ze. Maar misschien is dat wel een idee om een kale plant. Dus, ik had toen in Amsterdam, want wij komen uit Amsterdam, heb ik een tijd een kamerlinde gehad. Ja. Die is super mooi, vind ik. Maar die deed toen daar niet zo goed, maar was ook een kleiner huisje. En ik denk uiteindelijk misschien niet goed verzorgd of zo. Misschien te veel water gegeven. Ja, te lang nat is nooit goed. Ik heb altijd zoiets van weer iets droger houden. Dat is wel gewoon dat ze dan niet opkomen dan dat ze te nat staan. Want dat krijg je haast niet meer goed. Dat kan je niet meer redden. Nee, precies. Dusdanig. Ja, je kunt ze wel redden als ze te droog zijn en dan iets geven. Ja, precies. Als te nat zijn, te lang, te nat, dan is het wel gauw. Ja. Als je het gauw door. Nou, hoe is dat met die anemonen ook al gebeurd? Ja, dat, ze even, dat die even te lang gestaan is. Zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Nou ja, het is wel heel leuk. Ja, zo'n blad is natuurlijk wel inderdaad. Maar het is wel erg plezier om dan inderdaad een kamerplant te zetten. Dus op die schouwtje zou je dan peperomiaatjes kunnen zetten. Die hebben ook heel weinig licht nodig. Ja. Ja, met nu soorten die weinig licht en weinig aandacht vragen.